podium is voor jou. Ja, hartstikke bedankt. Ja, ik ben hier met de vrienden van Vestool en van Shaper. Ik zelf werk bij de TU Delft. Mij noemen ze ook Dr. Bakkilab. Ik heb een grote mobiele werkplaats bij bouwkunde in Delft. En ik geef eigenlijk les aan hoe je dingen maakt. En bij ons, de studenten, die zetten we altijd voor een lastig vraagstuk. Een zonwering of zoiets. En dat moeten ze zelfs ontwerpen en dat eigenlijk ook maken. Dus we hebben een grote mobiele werkplaats waar we dan zitten en deze prototypes maken. En bij ons is het vooral belangrijk dat de studenten dan die foutjes die ze daarin plannen ook een beetje zelfs zien als ze het uiteindelijk moeten maken. En als er 6-7 jaar geleden de Shaper voor de eerste keer in New York op de Maker Faire te zien was, dan dacht ik meteen, dit is wat ik in mijn gereedschapsdoos nodig heb, dat we ook een beetje precisie in de werkplaats kunnen halen. We zijn al een beetje gewend aan de precisie van een duimstok en de machines die we werken, de zagen en zo, maar met deze heb je echt een CNC-frees in je handen die op het werkstuk eigenlijk geleid wordt door zijn camerasysteem. En dat was voor mij vooral de vraag om hiermee te werken, om de studenten ook dat beetje precisie te kunnen laten zien. Het duurde wat langer dat het product naar Europa kwam. Nu is dat volledig hier ook verkrijgbaar. Er is sinds 3 dagen zelfs de tweede versie. Ietsje grotere scherm, ietsje andere constructie, maar in principe kan die hetzelfde wat deze ook kan. En ik wil vandaag een beetje laten zien hoe je met deze handbegeleide CNC-freesmachine werkt. We doen vandaag een naamplaatje. Ik laat even zien hoe je uiteindelijk op je werkstuk kunt inrichten en welke andere duizenden van mogelijkheden zijn. Eigenlijk hoort dat ding rood te zijn en met een kleine zilveren kruis. Eigenlijk is het niet meer als het Swiss zakmes van de CNC-frezen. Dus altijd mee te nemen en de frees die je dan ook op de grote werkstukken kunt plaatsen. Ik hoop dat wij af en toe via de regie op het kleine schermpje kunnen doen, omdat het de enige CNC-frees is die zijn eigen televisie heeft. Of monitor. En kijk eens precies. Wij werken hier op een workstation, dat is een toebehoor van de Shaper, waar we meteen deze domino-steentjes hebben. En ik laat het even zien. We kunnen hier scannen. En dan kan ik door deze zwaaibeweging maak ik eigenlijk een foto ter oriëntatie van mijn werkomgeving. Wachten we even. Dus uiteindelijk heb ik nu mijn omgeving hier van de werkplaats gescand. Dus die machine weet nu waar we ons hier bevinden. Je ziet al, die maakt ook een foto van dat stukje hout. Misschien kunnen we nog ietsje meer inzoomen daar. Dat is uiteindelijk dat plaatje hier perfect. En als we hier naar beneden kijken, dan zie je al op het echte werkstuk. Zie je hier beneden ook het stukje hout wat ik hier al heb ingelegd. Zo'n beetje hier precies. Dus we werken hier met een inleg. Hier voor op de open dag hout hebben we hem zo ingeplaatst. En je ziet ook hier meteen een notitie van mij. Dat heb ik al voorbereid. Omdat we ook een grid hebben. Dus beneden, hier is 0.0. Dat is de onderkant van deze plaat. Dus ik heb met de machine heb ik verteld dat dit de kanten zijn van mijn plaat. En dan zie je hierboven op dit. Oh, ik maak het lastig voor jou, hè? Dan hebben we hierboven, zie je het coördinatensysteem. Ik zit nu, als ik hier in een millimeter stapjes, dan zit ik bij 175,85. Dat is precies de onderste linkerkant van dat rechthoekje. Dus ik ben in staat op de halve millimeter of de tiende millimeter nauwkeurig mijn elementen te plaatsen. Dus ik heb hier gewoon 1 keer gezegd dat is 175 millimeter, 85. En dan ben ik hier in staat dat zo te plaatsen. Laten we maar zeggen, we maken daar een mooie naam op. Dus ik wil hier eigenlijk een naam ingraveren. Dan kunnen we met de design tool die in de machine al ingebouwd zit, kunnen we een tekst schrijven. Ik ga het nog even zien. We kunnen ook rechthoeken bijvoorbeeld maken. Als je zegt hier create. We kunnen cirkels maken. We kunnen rechthoeken maken. We kunnen ook vrijhand met een pen tekenen. We hebben hier de mogelijkheid om tekst te schrijven met een eenvoudig lettertype. Maar we kunnen ook bijvoorbeeld een vingerlasverbindingen maken. Stel voor, we willen een mooi doosje maken. Zoals deze bijvoorbeeld. Dan is het ook mogelijk om deze hier in te spannen. Dan kan ik hier
Ik zou maar zeggen, we maken de dikte van het materiaal, kun je ingeven. Je kunt de wijde, de hoogte van de doos kun je bepalen. Je kunt ook zeggen hoeveel pinnen je eigenlijk nodig hebt. En de afstand voor de lijmgap. Dus als je zegt 2/10 is voor lijm voldoende. Dus hoe precies die op elkaar. Dat is al ingebouwd in deze machine, kunnen we zonder computer mee werken. Daarnaast is er ook een reuze mogelijkheid om met digitale bestanden te werken. Dus eigenlijk alles wat je kunt tekenen, als het maar een 2D-lijn is, kun je het maken. AutoCAD, Fusion 360, Illustrator, programma's waar we al lang mee werken. Sinds kort ook van Shaper zelf, de Shaper Studio, die een tekenprogramma is, die web-based is. Dus je kunt er van je browser uit. Dus met jouw gewone internetbrowser kun je daarop toe. Op je eigen account kun je schetsen, tekenen, gekke namen verzinnen met een mooie lettertype. En dan slaat die meteen op in jouw eigen cloud, zo te noemen, jouw account. En dan komt die ook weer terug op jouw machine. Als je dan met deze machine in het wifi zit thuis, dan loop je eigenlijk van jouw laptop meteen naartoe. Dan heeft die machine die tekening al ontvangen. Ik laat vandaag een eenvoudige versie zien. Dat is gewoon het maken van een tekstje. We proberen maar ons geluk. Ik wil eigenlijk de open dag hout hierop hebben. Open dag. En ik ben eerlijk, ik heb al een beetje getest. Dan is dit een beetje groot. We kunnen hier inzoomen. Als je met een tablet kunt werken, dan is ook dat werken met een shaper bijna zelfsprekend. Dus we kunnen deze hier nu precies positioneren waar ik wil. Ik kan mij ook richten op het coördinatensysteem boven. En dan weet ik dat 210 precies de midden daarvan is. En dan kan ik hem plaatsen. En dan doen we nog eentje. Met open dag is het niet gedaan. We doen ook nog de hout erbij. Hout. En die zou ik zeggen kan iets groter. Misschien 11. Krijgen we hem kwijt. Ik denk het wel. Zo, kunnen we hem plaatsen. Omdat ik al op het grid zit, kan ik hier, ik kan nog eentje plaatsen, we doen nog een keer de hout, dan is dat hier, maakt niet uit als ik die machine draai, het hout blijft altijd parallel aan de onderkant van het stukje hout, omdat dit mijn grid is, mijn referentie. Dus ik kan hier eigenlijk alleen maar bepalen op welke positie, het is altijd recht, omdat ik het zelf zo heb ingezet. Maar nog een hout hebben we niet nodig, we gaan maar deze even frezen. Het gekke hierbij is dat de machine eigenlijk vanzelf freest. Je moet alleen maar een beetje begeleiden. Afhankelijk van de grootte van de te frezende elementen. We gaan maar hier naar snijden. Hierboven links heb je dan de diepte die je kunt instellen. We werken nu met een graveerfrees, een hele kleine scherpe punt. En dan kun je zeggen engrave. Is vooringesteld 0,5 mm. Gekke bij deze gereedschap is, als ik hier een nieuwe frees inzet bijvoorbeeld, dan kan ik de materiaaldikte en de diepte van de frees instellen. Dus ik zet één keer Z-touch en nu zie je dat de machine naar beneden gaat, zelfstandig. Zodra die de oppervlakte raakt, zegt hij, dat was nul. En nu is deze machine op mijn werkstuk gekalibreerd. Als ik de volgende keer een andere freesje daarin zet, dan is die maar ietsje hoger of dieper, dan zet ik hem weer op nul daarmee. Betekent nu, omdat mijn werkvlakte volledig vlak is, dat ik nu met een freesdiepte van 0,5 of ik kan ook zeggen 0,1, dan zie je heel weinig. Voor de demonstratie doen we maar op graveren, dan is dat hier 0,5 vooringesteld. En dan zie je hier al, kan ik met deze machine hier langs gaan en dan zie je al die letters verschijnen. En dat is eigenlijk precies het pad wat ik nu wil frezen. Ik zet de machine aan en dan maakt hij een beetje herrie naast de stofzuiger. Ik laat jullie even één keer zien hoe die dat doet. Zo, dan hebben we de eerste haar al gefreesd. Is dat wat te zien? Ja, misschien. Ik ga maar verder. Misschien blijven we even met de camera op de digitale scherm. Omdat ik nog wat andere dingen wil laten zien.
Wat je nu zag, dat was de automatische functie. Zodra de frees binnen zijn 20 mm cirkel werkt, kan ik hem ook automatisch laten frezen. Dat zou betekenen dat de machine vanzelf kan corrigeren, maar ook in zijn werkbereik freest hij zelfstandig. Dus ik kan zowel de machine te volgen, kan ik ook de machine zelfs even laten zien. Ja, doe maar even zelfs. Bijvoorbeeld, het P van open dag zou, omdat hij midden in dat cirkeltje zit, volledig automatisch kunnen gefreesd worden. Dus hoef ik niks te doen, met de vinger in de lucht, gaat de machine naar beneden, gaat automatisch de pad volgen. En dat was hem al. Dan gaat hij nog even uitlopen. Dus op die manier ben je in staat heel snel en heel nauwkeurig dan ook de dingen te doen. Ik maak hem even af. Goede demo, de stofzuigerzak is bijna op, dus dat wil iemand laten weten. Frans heeft aangekeken, maar voor dit beetje stof wat we nu maken, zal het wel voldoende zijn. Je ziet dus dat we uiteindelijk met de ingebouwde computer en zijn navigatiesysteem in deze omgeving heel precies en nauwkeurig kunnen werken. We zullen nu even dat stukje houtje uit kunnen halen op de stand. Dat doen we als we hier klaar zijn weer voor jullie. Mogen jullie het zelfs doen? Even de randje scheuren, kogeltje 120 en dan komt er nog een mooie sleutelaanhanger bij vast. Wat leuk is van deze machine is eigenlijk zijn onbegrensde mogelijkheden. Of je nu fan bent van de rally, dit is dan een zwarte MDF-plaat, daar hebben we dit decor eruit gefreesd. Dat kun je makkelijk doen, dus je moet wel die bestand even downloaden. Inmiddels is op Shaper Hub een grote gemeenschap die steeds aan het groeien is, waar alle mensen die zo'n machine hebben, een account hebben. En dan kun je daar jouw ontwerpen uploaden en het ook te verkrijgen stellen voor iedereen. Dus als ik iets teken, bijvoorbeeld deze, dan zet ik hem meteen op de Shaper Hub. Daar staan ook mijn eigen bestanden die ik nodig heb om in de machine te voeren. Maar ik maak ze dan ook voor iedereen toegankelijk. Dus dan kun je jezelf even downloaden. Misschien nog in grote veranderen, omdat het zo leuk is met vectoren. Dat zijn de lijntekeningen. Dan kun je zo'n ding zelfs frezen. Ik heb nog een beetje witte verf overheen gedaan om wat contrast te geven. Het leuke is uiteindelijk van het systeem dat je door zijn integratie van het navigatiesysteem bij deze hier de werkplaats, maar ook komt met een plakband. Dus dat is de oorspronkelijke manier van Shaper. Het is een unieke code, dat zijn deze dominosteentjes. Geen enkele gelijkt op de andere. Dus die sequentie die hier is, die is uniek. Kun je nog zo lang kijken op die 100 meter die op de plakband zitten. Je vindt nooit dezelfde combinatie. En daardoor, omdat je dan op jouw tafel een werkoppervlakte kunt creëren door die oppervlakte te beplakken met die tape. Die ga je scannen, dan heb je je eigen werkplaats. Stel voor je wilt op een grote keukentafel, dan is die 6 bij 3 meter, echt een reuze tafel, die is daar ooit gekomen van oom Hein. Die kun je niet meer naar een machine brengen, dan neem je die machine mee naar die tafel. Dan kun je daar jouw naam in frezen of een inlegstukje of ergens iets anders. En dan kun je door te beplakken met deze tape op de tafel je eigen werkbank neerzetten. En dan kun je die scannen, dan kun je daar een inlegje doen. Sinds kort is er ook nog de plate. Dat is een unieke tool die juist bedoeld is om naar dit soort van plaatsen te gaan. Je hebt hier uiteindelijk aanslagpunten
die je uit kunt halen om precies een perfecte positionering op een werkstuk te doen, dan is dit de opening waar je doorheen kunt frezen. Je hebt hier nog de mogelijkheid een aanslag neer te plaatsen of deze nullijn naar beneden te halen om het juist te positioneren. Hier zijn markeringen aan. Dan zet je dit op jouw werk. Hier door deze kun je hem vastschroeven met een klem. Dan ben je in staat, ik zou maar zeggen, scharnieren, potgat scharnieren, dit soort van dingen. Precies op de meubelstuk, op jouw kast of zo te positioneren. En dan herhaal precies ook weer te plaatsen. Dat is een mooie functie van deze. Daarmee heb je eigenlijk de precisie van een tiende van een millimeter eigenlijk naar jouw werkplaats toegebracht. En dan altijd repetitief, omdat het altijd nul is, hier naartoe te plaatsen. Waarvoor gebruik je hem dan? Eigenlijk voor alles waar je een CNC voor kunt gebruiken. De naambordjes maar eens. Wij maken vaak gebruik voor intern in de werkplaats. Dat kunnen we op de stand ook laten zien. Inlegstukken voor gereedschappen. We hebben hele mooie lades van de Sustainers waar allemaal die gereedschappen in liggen. Voor veilig vervoer hebben we ze dan in gekleurd schuim uitgefreesd. Dan zie je meteen als er iets mis is. Bij mijn studenten, die maken altijd rotzooi. En dan is het wel zo leuk als je een lade hebt waar eigenlijk die 22 schroevendraaiers lekker in zitten. Dan weet je precies die ene die mis is, die is ergens voetzie. Maar naast inrichting van de werkplaats, hier zwaluwstaatverbindingen bijvoorbeeld. Je hebt de ingebouwde boxjoint, de vingerlastverbindingstool hier al in zitten. Je kunt heel mooi, heel precies vingerlastverbindingen maken, zelfs met zwaluwstaat. Zwaluwstaat wel belangrijk als je daarmee werkt dat je van de zijkant invreest. Omdat je natuurlijk geen zwaluwstaat meer hebt als je die van boven laat induiken. En de meeste zwaluwstaatverbindingen die snijden ook niet induikend. Dus even opgelet. Maar ook dit soort van verbindingen die eigenlijk met gewone handgereedschappen of met een bovenfrees niet mogelijk zijn. Omdat ze de precisie van een CNC eisen. Dit is van Jonas Winkler. Dat was volgens mij zijn meesterstuk. Die is zo precies, daar moet je echt mikken. Daar ben je in staat verbindingen te maken die, ja, dat is echt op de tiende millimeter bijna. Daar nog een beetje lijm een keer overheen geschuurd, dan is het echt perfect. En dit is een precisie die je eigenlijk, ik ga gewoon moeilijk los. Die je met een handfrees of een mal bijna niet kunt doen. En het leuke is, bij de shaper zelfs, als je aan het frezen bent en je ziet, het past nog niet daar goed in. Dan kunnen we bij deze ook nog, ik ga maar even kijken. Ik zou zeggen, we gaan maar een tekening maken van een rechthoek. Of ik maak een cirkeltje. Cirkeltje is 20 mm. Ik plaats die maar hier middenin. Maar een mooie plaat. Hier. Dan kan ik uiteindelijk met deze frees, als ik hem frees, ik doe maar een aircut, dus die gaat niet frezen. Ik ga die machine maar vertellen dat ik een 5 mm frees heb. Dan zag hij nog even, wij moeten hem opnieuw inmeten. Die zoekt nu even nul. Nu heeft hij zijn virtuele 5 mm frees gevonden. En dan is deze frees, die toont hier meteen aan dat het een gat is van 10 mm. Omdat hij de binnenkant nu toont. Ik kan ook zeggen, ik wil eigenlijk niet een gat hebben, ik wil eigenlijk een schijf. Dan zeg ik, outside. Dan gaat hij aan de buitenkant gaat hij frezen. Dus ik kan met een mooie mahoniehout, zaag ik een cirkel uit. En dan ga ik naar mijn mooie MDF-plaat. Daar wil ik eigenlijk op de binnenkant een gaatje hebben. Dan frees ik die hierin. En dan ga ik kijken of mijn schijf precies inpast. Als het niet past, heb ik nog de mogelijkheid om de afstand, de offset, aan te passen. Stel voor, ik maak hem punt 2, dus 2/10 kleiner. Dan kan ik nog 2/10 omheen frezen. Past hij nog steeds niet, kan ik er nog plus 1/10 erbij zetten. Zo ben ik in staat 1/10 van millimeter eigenlijk de precisie uit te halen. Let altijd op, als je inlegstukken maakt, dat je rekening houdt met de radius van je frees. Als je een hele scherpe bocht hebt, is altijd de binnenbocht is dan de radius van je frees. Ik zou het hierbij eigenlijk laten. Binnen in de hal hebben we een hele reeks van monsters en samples liggen. Jullie mogen zelfs hand aanleggen, je eigen naambordje maken en een beetje spelen. Hoe eenvoudig eigenlijk precisie kan zijn als je een handgeleide CNC-machine hebt.
Vragen vanuit het publiek? Dit is een graviervrees. Dat wordt moeilijker hoe dieper je gaat. Dat is een hoek van 60 graden. Dan is dat ook de breedte van de stroop is groter. Maar we kunnen hier met frezen tot en met 10, 14 mm werken. Dan kom je afhankelijk van de lengte volgens mij 25 mm diep. Dat is echt al fors. Daar moet je ook opletten. Dat gaat niet ineens. Daar moet je stap voor stap werken. In de nieuwe update van Shaper is zelfs een autopass functie. Dat is een betaalde extra functie. Die vooral interessant wordt voor mensen die daar werk mee moeten doen. Omdat die dan in stappen naar beneden gaat automatisch. Wat je eigenlijk op jouw bovenfrees zeg je de eerste de 10 mm. Je gaat in stappen van 3. Dan ga je 3,5 of zo naar beneden. Nog een stukje naar beneden. Beneden even omzetten naar beneden. Zou de nieuwe functie het ook toelaten dat je het ineens doet. Dan gaat hij eigenlijk, dan hoef je alleen maar in de cirkel te blijven draaien. Dan gaat hij bij elke keer als hij weer op 0 komt. Automatisch een stukje dieper. Is zo comfortabel. En dat is eigenlijk het leuke van deze machine. Ik heb hem zelfs met de studenten al sinds een jaar of 3. En elke jaar of elke halve jaar komt een update. Dan kan die weer hele andere dingen. De box joint, de vingerlastverbindingen, die was het laatste jaar. Dan kan die ineens dat zelfs. Dat is wel fantastisch dat je een machine krijgt die steeds meer dingen kan. Omdat ze uiteindelijk daar in de ontwikkelingen nooit blijven stilstaan. Nog een vraag. Dat is eigenlijk niet van toepas. Eigenlijk is dat dan jammer, omdat je natuurlijk die freestafel niet meer beweegt. Dit is juist, freestafels zijn goed als je mallenwerk hebt, als je met een aanslag werkt. En dit is juist voor bovenop, omdat je natuurlijk zelfs corrigeert. Als je een rechte lijn tekent en je bent een beetje een shanky, gaat hij het corrigeren. Op een freestafel haal je natuurlijk het vermogen uit, omdat hij dan ook niet meer ziet waar je bent. Dus dit is echt een machine die handgeleid van bovenop moet werken. Een freestafel is een andere toepassing. Verder nog vragen? Dan zou ik zeggen, hartstikke bedankt. Als jullie zin hebben hand aan te leggen aan die machine, kan het in 20 minuten weer binnen de loods. Hartstikke bedankt. Dankjewel.